Dat is de oudste in een rij van 9 kinderen. Dat had je vroeger hier in Drenthe. Hè? Iedereen op tijd naar bed. Koude winteravonden kwamen hele grote gezinnen van. Dini is de oudste in een rij van 9 kinderen. En Dini, dat is een hele beste meid, maar toch gaat er wat mis. Ze krijgt namelijk geen verkering. Haar broers en zussen gaan langs haar heen als het om verkering gaat. En waar het dan ligt, Joost mag het weten. Dini zelf denkt dat het aan de grijze haren ligt. Ze is nogal jong beginnen te grijzen en elke dag komen er 10 grijze haren bij. En dan gaat het heel hard. Maar goed, op een zondagmorgen, na de koffie, kuiert Dini zo over het land van de vader en ze komt bij de beek. Aan de andere kant heb je net de buurman. Mooi buurman, mooi Dini. Hoe is het? Best. Met de gezondheid? Ja. Met de kinderen? Mo. Zo praten ze hier een beetje in Drenthe, hè, als ze elkaar tegenkomen. Niet zo heel veel woorden. In ieder geval moeten jullie weten dat de buurman, dat is een weduwnaar van pakweg 50 jaar met 3 kleine kinderen. En op een goed moment praat hij er zo op aan dat het met zo'n huishoudster niet zo eigen is. Hij zegt, Dini, als wij nou samen... Dini is verbrand, die olle poestert, wat denkt hij wel niet, niks ervan. Zij is nog geen 30 en helemaal boos beent ze weg. En ze denkt, zo kan het niet langer. Komend weekend is het feest in het dorp. Er komt een tent en er komt toneel en daar wil Dini heen. En nu heeft ze in een klein advertentieblaadje een advertentie gezien dat je bij de apotheek een soort zwart grij kunt kopen waar je je haar mee kunt verven. En dat gaat Dini doen. Vrijdag uit haar werk gaat ze naar de apotheek en koopt een klein puutje met van dat zwarte poeder. De apotheker zegt nog, goed uitspoelen Dini. Maar de deur klapt al achter haar dicht en op zaterdag gaat ze als laatste in de tobbe op de deel. Dat heb je hier in Drenthe, een grote bak met water en dan wasten alle kinderen achter elkaar zich in. Wie van jullie is er nog in de tobbe geweest of in de tijl op de deel? Daar hebben we iemand. Nummer, hoeveel was u in die tijl? De laatste. De laatste. En met hoeveel kinderen waren er? 3. Oh, dat valt nog mee, hè? Dan was het water nog redelijk fris. In de kamer. Nummer 2. Was er ook nog iemand die als 4de of 5de erin ging? In de tijl of de tobbe? Wij waren thuis met z'n 5 en dan mocht je ombeurten als eerste. En dan gooide mijn moeder tussendoor een handje soda of groene zeep erbij in of een keteltje water. Mijn broer heeft nog een plek op zijn rug van dat te hete water. Maar goed, Dini gaat als laatste in de top op de deel. Ze wast zich het lichaam, ze wast het haar, ze roert dat zwarte poeder tot een papje doet dat op haar hoofd, kwartiertje trekken. En dan spoelt ze het uit en kijkt in de spiegel. Oh, jongens, wat is ze mooi. Zo zwart als een raaf. Ze lijkt wel een zigeunervrouw. Prachtig. Zondagse blouse aan, jakje, glad rokje tot onder de knie, pumpjes aan. En om 7:30 gaat ze naar het dorp waar de tent is en waar het toneel is. En Dini gaat op de voorste rij zitten. Zij mag gezien worden. Binnen 5 minuten komt er iemand naast haar zitten. En dat is niet de buurman. Dat is Willem van de Bakker. En Willem van de Bakker kan er aan iedere vinger wel in krijgen. Die zit nou naast Dini. En besteedt aandacht aan haar en houdt koffie voor haar. Dini zit te glunderen. En het hele dorp kan dat zien. In de eerste pauze haalt hij een glaasje Sissi van dat gele spul met bubbels. En in de tweede pauze zegt hij, Dini, gooi mee brommers, kieken. Ja. Kennen jullie dat in Brabant? Ja.
Ja? Oh, gelukkig. Dini heeft helemaal geen verstand van roos. Dini heeft geen verstand van roos, maar ze gaat graag met Willem mee naar buiten. Aan het begin van het fietsenhok legt hij een arm onderheen. Aan het eind van het fietsenhok trekt hij er tegen zich aan. En dan zegt hij, kijk Dini, daar staat hij, mijn zundap. En dan begint hij aan te wijzen, dat is het stuur en daar zit de benzinetank, de versnelling, het gas, de carburateur, de bougies. Hij wijst alles aan en Dini prijst het dat het mooi en prachtig is. En als hij alles aangewezen heeft en alles is geprezen door haar, gaat Willem met zijn dikke kont zo op dat zadeltje zitten. Hij trekt Dini een beetje tegen zich aan en hij geeft haar een kus op de rechterwang. Zij protesteert niet. Hij geeft een kus op de linkerwang. Zij protesteert niet. Maar nu wordt Willem driester. Eén hand op de heup en één op de schouder. Trekt hij er tegen zich aan. En hij kust haar vol op de mond. Hij roert zo met zijn tong in het rond. Dini roert terug. Ja, daar lach je om, Agnes, maar als je dat deed in die tijd, had je vaste verkering. En Dini heeft nu vaste verkering met Willem van der Bakker. Ze staan een tijdje te vrijen, begint het een beetje te motregenen. Oh, zegt Dini, dan moeten we naar binnen. Nou, zegt Willem, je bent toch niet van suiker? En hij voelt nog eens goed of ze niet van suiker is, maar het begint harder te regenen. Nou, moeten we naar binnen. Dat is goed, zegt Willem, maar mag ik jou dan straks wel naar huis brengen? Stijf gearmd lopen ze terug naar de tent. Willem klapt de tentzeil opzij. Daar zitten zijn vrienden. Die kijken nog een keer. Die beginnen te bulderen van het lachen. Ze kijken naar elkaar. Oh, zo'n grote vlek bij Willem op de blouse en die wordt alleen maar groter. Willem rent door de tent naar de herenwc. Dini erachteraan. Mag zij niet in, zij naar de dameswc. Maar wat zal ze er doen? Is geen spiegel of niks. Uit haar tasje haalt ze een zakdoekje. Ze wrijft over haar hoofd, zwart, oh, bij het wastafeltje een handdoekje, ze pakt hem, ze wrijft door de nek, zwart. Wat moet ze nou toch? Ze kan toch niet de hele avond hier in die wc blijven zitten? Ze denkt, weet je wat, ik ga terug naar de zaal, want ik wil Willem niet kwijt. Nou, zij terug naar de zaal, die vrienden roepen nog, volgende keer olieverf gebruiken, Dini. Maar Dini trekt zich er niks van aan. Ze gaat zitten en ze kijkt waar ze Willem ziet. Maar die ziet ze niet. Ze denkt, hij zit nog op de herenwc. Om 10:30 is het hele feest afgelopen. Jongens, kom daar vandaag de dag eens om. 10:30, afgelopen. Dini denkt, ik ga direct bij de uitgang staan. Dan kan ik hem niet missen. Nou, daar staat Dini bij de uitgang. Het hele dorp trekt aan haar voorbij, maar ze blijft staan. En om 10:45 weet ze dat ze niet langer hoeft te wachten. Want daar scheurt Willem op zijn zundap voorbij met Dora van de Smit achterop. Ach, wat is ze verdrietig. Die Dini. Maar 3 weken later, op een zondagmorgen, de verf is al lang uit het haar gewassen, kuier Dini zo over het land van de vader en ze komt bij de beek. Ach, kijk, hey, de buurman ook. Mooi Dini, mooi buurman. Hoe is het? Best. Met de gezondheid? Jo. Met de kinderen? Jo. Zo praten ze een beetje. 10 minuten later springt de buurman over de beek. En hij gaat rustig naast Dini zitten. En nog 10 minuten later legt hij zijn sterke arm om haar schouder. 3 weken later heeft ze Anne zegt. En 8 weken later zijn ze getrouwd. En het moet gezegd, het is een heel goed huwelijk geworden. Dankjewel.